mevrouw Stijn hem even introduceert. En daarna, dat is meneer de Chauvigny de Blot. En daarnaast zit mevrouw Hoogveld Floor. En naast mevrouw Hoogveld Floor meneer Floor. Dus we gaan even luisteren naar deze ervaringsdeskundige. Meneer de Blot, u kunt uw verhaal vertellen. Ik ben Paul de Chauvigny de Blot. Wat ik wil vertellen is dit. Ik ben 5 jaar in concentratiekamp geweest. 3 jaar als militair. En 2 jaar daarna bij de Indonesiërs. En ik werd direct na mijn bevrijding weer ingekwartierd als militair. Na 5 jaar concentratiekamp. Met 35 gulden en 1 stel kleren en pon kon ik naar huis gaan. Met 35 gulden, ik heb verder nooit meer iets gehoord. Dat is dus na de oorlog. Wat is dan mijn vraag? Mijn vraag is alleen maar 1 ding eigenlijk. Dat is, wij hebben in de oorlog gevochten. Of we zeggen, we zijn de oorlog vernederd. Ik ben zelf bij de commando's geweest in Tanjung als 18-jarige militair soldaat, gewoon soldaat. Mijn grote vraag is nu, in hoeverre heeft de regering hier oog voor? Dat is eigenlijk mijn enige vraag. Wat mensen, de Kamerleden, niet weten, meneer Paul de Blot. Meneer Paul de Blot heeft een backpay-uitkering aangevraagd op basis van zijn salaris, wat hij niet genoten heeft. Helaas heeft hij daar geen papieren van en hij is afgewezen. Hij heeft een WUF-aanvraag in het verleden aangevraagd. Ook daarvoor is hij afgewezen vanwege het feit dat hij een goede baan had. En dat zijn zeg maar de perikelen waarom hij zich bij ons gemeld heeft. Geachte leden van de Tweede Kamer, geachte genodigden, bij dit rondetafelgesprek betreffende de Indische kwestie en het nooit uitbetaalde volledige salaris die de voormalige gouvernementsambtenaren en militairen behorend tot het Koninkrijk Nederlands-Indisch leger tijdens de Japanse bezetting hebben gederfd. Als eerste wil ik mijn dank uitspreken dat u wilt luisteren naar wat wij in Nederlands-Indië en in de oorlogsjaren en de Bersiab-tijd hebben mee moeten maken. Mijn ingeleverde boodschap met argumenten, inclusief een deel van de memoires van mijn man in het zogenoemde position paper, beschrijft de kwestie bondig en duidelijk. Ik vind het bizar voor woorden dat nu, na bijna 75 jaar, nog steeds over de uitbetaling van achterstallig salaris van mijn man moet worden gedebatteerd. Dit valt in de categorie tijdrekken. Ervan uitgaan dat de slachtoffers moedeloos worden en hun strijd staken, dan wel rekken tot die generatie er niet meer zal zijn. Is het niet redelijk en billijk dat mijn man eindelijk zijn achterstallig salaris krijgt? Hij heeft zich in de oorlogsjaren ingezet voor de Nederlandse overheid om het Nederlands kapitaal in de Nederlandse kolonie Nederlands-Indië te beschermen. Hij heeft de door Nederland opgedragen taak toch uitgevoerd? Nederlandse regering, neem nu eindelijk, na bijna 75 jaar, jullie verantwoordelijkheid. Betaalt zijn achterstallig salaris en vereffen jullie schuld. Het is en blijft een noodverjarende schuld van de Nederlandse staat aan mijn man. Mijn verzoek aan u als volksvertegenwoordigers: herstel ons vertrouwen in de Nederlandse regering door een besluit te nemen over het achterstallig salaris. En herstel het door ons al 75 jaar ervaren onrecht. Geen 75 jaar bevrijding vieren als er nog geen schuld te vereffenen is. Ik ben nu 91 jaar en een vrouw van de dag. Ik hoop echt dat ik de uitbetaling
van het achtersalaris nog mag meemaken. En als ik dit zou doen met mijn hulp die mij elke week helpt, geen salaris, dan zou ik me een vreselijk oneerlijk mens noemen. Dank u wel. Wellicht. Dank u wel. Maar gelukkig ben ik niet alleen. De zaal zit vol met ervaringsdeskundigen. Zij zullen zeker grote delen van mijn inbreng herkennen. Ik deel graag mijn ervaringen met u vanuit het gezichtspunt dat oorlogsellende groter wordt naarmate dit doorwerkt in het gezin en zich stapelt over de generaties erna. Mijn vader is 3,5 jaar krijgsgevangene geweest. In december 1943 verhuisde hij naar kamp Fukuoka 9B in Japan. Ik hoef je niet verder te vertellen wat voor vreselijke tijd dat is geweest voor hem. Maar niet alleen hij. Ook mijn moeder werd gevangen gezet in een kamp met haar twee kinderen van respectievelijk 1,5 en een baby van een paar maanden. Samen met andere familieleden hebben ook zij 3,5 jaar lang vastgezeten in Lampasari in Somalia. De oorlog was afgelopen, zo leek het. Maar mijn vader moest weer vlug onder de wapenen en zich nog 2 jaar inzetten op Celebes, het huidige Sulawesi, bij de troepen van Westerling. Eind 1947 kreeg hij eervol ontslag en kon hij zich weer bij zijn gezin voegen. Geen bijzonder opvallend verhaal. Vele families hebben hetzelfde lot ondergaan. Maar dit verhaal heeft wel enorme impact op mijn persoonlijke geschiedenis en die van onze gezinsleden. De trauma's bleven of komen terug en versterken zich bij iedere nieuwe teleurstelling over de Indische kwestie. Waaronder het niet betalen van achterstalsoldij, de backpay kwestie. En de strijd om erkenning voor te zetten. Voor deze generatie is dat boek geschreven, opdat men niet vergeet. Immers, onrecht verjaart niet. Meneer Renkema. Nou, ik heb eerlijk gezegd geen inhoudelijke vraag, maar ik zou heel graag hier willen uitspreken hoe fijn ik het vind dat u hier gekomen bent vandaag. Om uit uw eigen ervaring, of dat nou uit uw eigen leven is, of dat het geërfd leed is, om u te citeren, om dat hier onder onze aandacht te brengen. Daarvan wil ik u heel hartelijk danken. Dank u wel. Meneer Kerstens. Ik ben er een beetje stil van nog. Dan sluit ik me uiteraard heel erg bij aan. Heel veel dank, vooral aan de mensen hier nu zitten van het laatste blok. Ik ben vanochtend begonnen met te zeggen dat het toch ontzettend jammer is dat er zoveel verdeeldheid heerst. En ik begrijp ook dat die verdeeldheid is. Maar als je deze verhalen hoort, dat mag denk ik alleen maar voor ons allemaal een aansporing zijn om richting die eenduidigheid te gaan, dat gezamenlijk optreden om hier met een goed antwoord op te komen. Dat verdient u allemaal. Meneer Van Gent van de VVD. Ook ik wil hartelijk danken voor deze indringende verhalen en dat zet aan denken. Meneer Van Gerven van de SP. Ook mijn waardering dat u hier uw verhaal hebt verteld. Het is natuurlijk lang geleden, maar niet vergeten. En dat heeft u ook heel indringend weergegeven. Meneer Slootweg. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook ik wil de aanwezigen bedanken. Ik wil me eerst verexcuseren dat ik niet bij de eerste ronde kan zijn. Maar ik moet wel zeggen, de indringende wijze waarop u dit verhaal heeft verteld en we ook de presentatie hebben gehad, dat komt wel enorm binnen. En daarvoor wil ik u wel dank zeggen. Dank u wel. En als voorzitter wil ik ook nog als woordvoerder namens mijn partij u bedanken voor uw moed dat u uw verhaal hier komt vertellen. En ik heb ook nog wel een vraag en die is tegelijkertijd ook wel redelijk politiek natuurlijk. Maar wat mij ook nog wel een haakje dwars zit is dat verhaal van we hadden toen uiteindelijk de backpay met Van Rijn. Daar kwam het hele concrete aantal uit van 1020 mensen op wie het betrekking zou hebben. En vervolgens is er een situatie ontstaan die mij totaal op dat moment onbekend was. Namelijk dat die 1020 of
de betrokkenen, de BKP-rechthebbende, moesten gaan bewijzen geen soldij te hebben gehad. Maar ja, je kunt natuurlijk ook geen bewijs aanleveren van geen salaris te hebben gehad. En dat zit mij eigenlijk sindsdien hooglijk dwars. Dus mijn vraag is eigenlijk, hoe kan het nou dat u dus buiten de boot bent gevallen? U behoort niet tot die 590 die backpay hebben gehad. U behoort tot mensen die het niet hebben gekregen. Misschien is dat te zwaar om daar even kort op te antwoorden. Maar het is wel voor mij zeg maar datgene wat mij eigenlijk op dit dossier qua uitwerking het meeste dwars zit. En misschien kunt u daarop ingaan, mevrouw Stijn. Dat is een hele lange zit geweest en eigenlijk kan het ons niet lang genoeg duren, want we hebben graag nog een aantal dagen. In het publiek zitten alle mensen die ik online heb gezien en gesproken, waarvan ik alle verhalen ken. Als het dan gaat over het onrecht en over de 1020 mensen waard, hè, dan houdt het in dat er een aantal mensen gewoon niet hebben kunnen duiden dat zij papieren hebben. Dat blijft een probleem. En zoals de heer De Blot zegt, ik was in dienst. Nou, daar zijn geen papieren van gevonden. Er zijn een aantal jonge mensen direct geronseld en in dienst gegaan. Dus daar is ook geen archief van. Maar ik zou willen voorstellen om dat precedent te pakken wat hier op tafel ligt van mevrouw Nobbe. Mevrouw Nobbe had geen papieren. Ik heb 11 maanden moeten steggelen. Gelukkig is er geen rechtszaak geweest, want dan had ze het niet gewonnen. En moeten steggelen met de SVB en met VWS. En gezegd, Defensie stelt, het waren chaotische tijden. En niet alles is geregistreerd. Op basis daarvan is zij uiteindelijk goedgekeurd en heeft ze 2 maanden mogen genieten van het kleine beetje geld, wat eigenlijk veel meer had moeten zijn. Dat gaat over de backpay. Ik wil pleiten voor meneer Paul De Blot dat hij gewoon zijn salaris krijgt en voor alle anderen. En dank u voor jullie aandacht en ik hoop dat jullie net zo fel en strijdbaar zijn als dat wij zijn.